はい、すいません。はい、はい、失礼します。Dit is Japanatake Hiro Kubo. Hij staat op het punt om te verhuizen, maar hij woont nu nog in Duitsland. Kubo werkt sinds kort op Urk en heeft zich ook aangemeld bij de plaatselijke voetbalclub SV Urk. Hij wil vanuit Urk in de buurt sushi shops openen. I work in Emerald for the sushi shop. I will open sushi shop in Emerald this August. Zijn eerste winkel in Emmeloord moet volgende week open zijn. Naast zijn werk wil de Japanner de komende week een plekje in de eerste selectie van hoofdklasser SV Urk afdwingen. Het is een hartstikke plezierige jongen. Hij woont nu nog niet op Urk, dus voor zijn werk en voor de training rijdt hij enkele reis 2,5 uur. Dus dat geeft aan dat zijn instelling goed is, maar dat zit denk ik in de cultuur van die mensen. En ja, hartstikke leuk ook om mee te maken. Je moet ineens, ik betrap mezelf er ook op, moet je ineens Engels coachen. Ja, dat is echt wel even van, hè? Op Urk een Engelse coachstijl Ja, want hanteren. Japans gaat nog niet zo? Mijn Japans is niet zo heel best. Of je moet de menukaart van een gemiddeld restaurant bedoelen, dan kom ik een heel eind. Communicatie in het veld, dat is nog een dingetje. Want zo heel goed spreekt de Japanner nog geen Nederlands. Maar hij werkt er hard aan. Ik ben Takehiro. Goedemorgen. Dank u wel. Ja, dat is Het wordt nog wel even wennen binnen de lijnen, want Nederlands, maar ook Engels, is nog lastig voor de Japanner. I can show. Kubo speelde in Duitsland en in zijn geboorteland op hoog niveau. Maar of dat genoeg is om ook hier op Urk te kunnen spelen, dat zal later moeten blijken. Nou ja, hij is gewoon lid van de club en hij werkt hier en hij gaat hier wonen en hij wil hier gaan voetballen. En wij gaan kijken hoe goed hij is ten opzichte van andere spelers. En als hij beter is, speelt hij. De beste 11 staan erin. Zo simpel is het. Karsten is te spreken over de voetballer die voor het laatst 2 jaar geleden speelde op het derde niveau in Duitsland. Karsten vindt dat zijn conditie echt nog beter moet. En gelukkig vindt de aanvaller dat zelf ook. My condition is not so good at the moment, but I'm going to work hard on that. Then I think going to be okay for playing SPU. Misschien zien we Kubo terug bij de start van de competitie op 5 september. Of het gaat lukken, dat moet hij laten zien in de voorbereiding.